Vincent TV-productie. Een programma moesten bedenken. 100 ideeën bedenken. Een pilotaflevering van gemaakt. Een heel draaiboek en een productieboek. 30 uur hebben we geëdit. Ik heb dus niet echt lessen. Oké. Ja, maar ik heb het alleen maar gepresenteerd. Vind ik verschrikkelijk. Echt, dat moet je mij absoluut niet laten doen. Van begin tot het eind helemaal doormaakt hoe je dan zo'n tv-programma maakt. Hoi allemaal en super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik een video over mijn opleiding voor jullie. Het is eind van het semester, het eerste semester zit er alweer op. En vorig jaar heb ik zeg maar na een half jaar een video gemaakt over mijn opleiding en aan het eind van het jaar ook weer. Dus ik dacht, het is wel leuk om deze traditie voort te zetten. Het is mega snel gegaan, want ik weet nog zo goed dat ik de video van het eind van het eerste jaar opnam. En nu zit ik dus alweer in het tweede jaar. Maar in deze video ga ik jullie er alles over vertellen. Dus ben je benieuwd? Geef de video alvast een duimpje omhoog en blijf zeker kijken. Ik zal de vorige twee video's linken in de beschrijving. Mocht je nou benieuwd zijn naar wat meer algemene achtergrondinformatie van mijn opleiding, dan moet je even de allereerste video kijken die ik erover heb gemaakt. Want daar ga ik veel breder in op de opleiding zelf. Maar ik zal wel even kort vertellen wat ik precies doe. Dat is misschien wel handig. Nou, ik zit nu in het tweede jaar van de opleiding Creative Business. En dat doe ik aan Hogeschool in Holland, in Haarlem. Ja, ik vind het echt een superleuke opleiding. Maar mocht je daar dus meer over willen weten, check dan even de vorige video's. Deze video zal vooral gaan over wat ik allemaal het afgelopen jaar heb gedaan. In het eerste jaar had ik namelijk 4 periodes en nu heb ik eigenlijk 2 semesters. Dus ik ben een half jaar met iets bezig geweest en het komende half jaar ga ik weer iets anders doen. Ik heb op Insta gevraagd in een vraagsticker of jullie nog vragen hadden en die hadden jullie. Ik ga niet alle vragen één voor één beantwoorden, maar de antwoorden zal ik verwerken in mijn verhaal als ik vertel over mijn opleiding. Dit half jaar hebben we dus eigenlijk aan één ding gewerkt en dat bestond uit 3 losse projecten. Begin van het schooljaar werden we ingedeeld in een groepje en dit was helemaal gemixt qua klassen. Dus ik zat bij niemand in het team zeg maar, van mijn eigen klas. En met dat groepje ging je een bedrijf opstarten en een opdracht uitvoeren voor een echte opdrachtgever. Maar om te weten wie jouw opdrachtgever was, hadden we eerst nog een opdrachtgeversbeurs. Daarbij waren alle opdrachtgevers aanwezig. En daar lieten zij zichzelf zien en wij moesten onszelf ook pitchen. En dan werd je uiteindelijk gekoppeld aan een opdrachtgever. Je mocht je top 3 of je top 5 of zo aangeven. En wij wilden heel graag Vincent TV Producties. Dat is producent van onder andere Chateau Meiland, Steenrijk, Straatarm, hoe heet dat? Meester Visser of zo, Rijdende Rechter. Dus ze produceren heel veel programma's, dus dat is echt een hele grote naam zeg maar in de tv-wereld. Dus wij wilden heel graag voor hun werken. Maar ja, de vraag was natuurlijk of dit wederzijds zou zijn. En dit was echt een van de favorieten op de opdrachtgeversbeurs. Dus het was heel spannend of we hun zouden krijgen. Maar het is ons gelukt. Ja, jullie hebben allemaal in de vlogs kunnen zien hoe dat een beetje is gegaan. Maar ja, we waren dus echt super blij dat we dat voor hun mochten gaan doen. Eigenlijk in het heel kort was de opdracht dat we een programma moesten bedenken dat zij konden uitzenden op een streamingdienst. Want zij zijn heel erg bezig met tv en ze hebben hele succesvolle tv-programma's. Maar ze wilden zich meer richten op streamingdiensten. Dus onze opdracht was om een programma te bedenken wat geschikt is voor de streamingdiensten. Super vette opdracht. Echt, ja, als ik van andere groepjes hoor, hebben wij zoveel geluk gehad. Want onze opdracht was gewoon heel erg leuk. En een half jaar is best wel lang. En er waren ook echt groepjes die gewoon een niet zo'n leuke opdrachtgever hadden en een minder leuke opdracht. En ja, we hadden gewoon heel veel geluk. Ook met elkaar, want ik had echt een super leuk team. Echt, we hebben zoveel lol gehad met elkaar en echt geen gezeik of zo. Dus het was echt zo'n leuk half jaar. Ja, oh, ik wil zoveel vertellen eigenlijk, want ik ben mega enthousiast. Ja, ik kom misschien niet zo over, maar ik ben een klein beetje ziekig. Ik ben op zich oké hoor, een beetje verhoging. En ja, maar het komt goed. Maar ik kom even iets minder uit mijn woorden. Ik ben even iets minder hyped. Maar ik ben wel heel erg enthousiast. En in het eerste project hebben we vooral veel onderzoek moeten doen naar de doelgroep. Want ja, onze doelgroep was 20 tot 49-jarigen ongeveer. Dus we moesten aan de hand van interviews en zo onderzoeken wat zij zouden willen zien. Ik kan hier in beeld ook wel eventjes ons project laten zien. Ja, het was heel veel werk. En zeker niet alles was even leuk. Maar ja, dat hoort er ook gewoon bij. En uiteindelijk moesten we 100 ideeën bedenken aan de hand van allerlei technieken. En dit waren dus 100 programma-ideeën, zeg maar. En ik had in het begin niet verwacht dat we dit zouden kunnen. En dat de ideeën ook echt leuk zouden zijn. Want er zitten zoveel leuke, bruikbare ideeën tussen. Uiteindelijk hebben we een programma gemaakt, Love is in the Air.
uiteindelijk, aan de hand van testen en zo, hielden we 3 ideeën over. Waarbij we echt storyboards hebben gemaakt en een soort van proefversie. En uiteindelijk is dan Love is in Here eerder uitgekomen. We moesten die ideeën namelijk pitchen bij Vincent TV. En toen hebben zij uiteindelijk het idee gekozen waar ze mee verder wilden gaan. En daar hebben we uiteindelijk in het volgende project ook echt een pilotaflevering van gemaakt. Dus dat is echt een aflevering van 25 minuten. Dus een volwaardige aflevering. Hebben we gefilmd in de studio's op school. En een beetje in en om Haarlem en zo. Hebben jullie ook allemaal in mijn vlogs kunnen zien. Ik kan wegens privacy en zo geen delen van die pilotaflevering hier plaatsen. Want hij wordt niet officieel gepubliceerd. Dus dat gaat helaas niet. Maar het is wel echt een mega leuke aflevering geworden. En we zijn er super trots op. En ja, het waren lange draaidagen. Je komt er dan ook gewoon achter dat er zoveel meer bij komt kijken dan je van tevoren denkt. Gewoon alles moet je in detail uitwerken. Alleen al bijvoorbeeld een script, maar ook een heel draaiboek en een productieboek. Dat is gewoon zo ontzettend veel. Dat is echt niet normaal. Dus ja, we hebben er echt zoveel uren in gestopt. En ook uiteindelijk het editen van die hele aflevering. Ja, daar hebben we echt ruim 30 uur hebben geëdit. Dat is echt niet normaal. Of ik zeg we, dat heeft vooral een teamgenootje van mij heel goed gedaan. Shout-out naar jou, Lies. maar nee, dat was echt zoveel werk. En we hebben echt veel tegenslagen gehad ook. Weet je, wij zijn natuurlijk geen professionals. En dat moet je toch maar even doen. Dus ja, maar wel heel erg leuk. Want in de praktijk leer je gewoon uiteindelijk het meeste. Want ik heb dus niet echt lessen. Ik heb dat vorig jaar in een video ook al verteld. Maar al mijn lessen zijn zeg maar ondersteunend aan het project. Dus het zijn meer expertcoaches en zo. En gedurende het proces had je dan ook een procescoach. En die hielp je dan door het hele proces. En die coachte je er als het ware doorheen. Dus elke woensdag hadden wij een gesprek met onze procescoach. En gingen we kijken hoe het ervoor stond. Wat er nog moest gebeuren. Dus dat was heel erg fijn. Want zo creëer je ook wat meer overzicht voor jezelf. Want op een gegeven moment is het gewoon zoveel dat je gewoon ook niet meer weet. Ja, wat je moet doen. Waar je staat in het proces. Dus dat was heel fijn. Dat we gewoon wel een soort van begeleiding daarin kregen. Maar het was vooral heel erg zelf doen. Dit was echt het leukste eigenlijk tot nu toe van mijn opleiding. En ik hoor ook van heel veel mensen dat dit een beetje het hoogtepunt is. Dus ik ben een beetje bang dat het tweede halfjaar alleen maar minder wordt. Maar goed, dat gaan we allemaal zien. In het derde project, dat was zeg maar individueel. De andere twee waren groepsprojecten. En dat was het derde project was je verantwoording. Dus moest je alles verantwoorden van jezelf. Van wat je hebt gedaan, waarom je dat hebt gedaan, wat jouw bijdrage is geweest. Ja, en dat is gewoon op het HBO heel erg. Dat is niet alleen bij Creative Business, maar je moet gewoon alles verantwoorden wat je doet. Als jij een poster maakt en je gebruikt de kleur rood, dan kan je niet de kleur rood gebruiken omdat je dat een mooie kleur vindt. Dan moet iets achter zitten, zeg maar. Dus in je derde verslag ging je alles toelichten en alles verantwoorden waarom je dat had gedaan. Dit is dan iets minder leuk, maar op zich vond ik het nog best wel te doen. En ik heb hier trouwens nog geen cijfer voor. Maar misschien als ik dit aan het editen ben wel. Dus dan staat hij even goed gewoon hieronder in beeld. Ik ben echt heel erg benieuwd wat ik daar voor cijfer voor heb. Tussendoor hadden we ook nog een week iets totaal anders. Toen hadden we productielab. En dat staat hier volledig los van. Dat is gewoon dat je eventjes eruit bent en eventjes iets nieuws gaat doen. En daarin moest je kiezen tussen 3 richtingen. Je had evenementen, podcast en AV. En ik had AV gekozen. En daarin ging je in een paar dagen tijd, echt 3 dagen, ging je een live show, zeg maar, een livestream opzetten. Moest je dat in de studio filmen op donderdag en de andere 3 dagen moest je dat helemaal voorbereiden. En je moest externe gasten regelen. En alles deden we zelf. Dus de cameramensen, zeg maar, waren gewoon mensen van ons. En de mensen in de regie en we hadden een floor manager. Dus allemaal heel erg officieel. Ik heb dit gepresenteerd. Dat staat ook allemaal, kunnen jullie ook allemaal terugvinden op YouTube. Ik zal hier even een heel klein stukje invoegen. Hallo! Super leuk dat jullie kijken naar de spelshow van 2021. Peace of cake. En waar kunnen we jouw muziek vinden? Spotify, Starfield. Kijk, heel goed. Zo mooi even luisteren. Als ik nou zeg, ik ga zwemmen. In the body lover. Zit het allemaal goed daar beneden? Nou, dat gaat met een broek, wat ja. Makkelijker dan met die jurk. Ja, zijn jullie klaar voor? Ja. Heb je daar ervaring mee of zo? Of, nou, jullie lijken heel verbaasd. Ja. Oh, maar dit wordt een hele andere show als hier. Oké, we gaan door. Ik stond er dus helemaal los van. Dit was ook niet voor een cijfer of zo. Maar wel echt super leuk om te doen. En ik vind presenteren sowieso heel erg leuk. Ik zou er heel graag meer mee willen doen. Dus ik vond het echt super leuk dat ik deze kans kreeg. En dat het team het ook goed vond dat ik het ging presenteren. Want ja, ik dacht,
weet je, waarschijnlijk wil iedereen het presenteren, maar dat was dus niet zo. Dus ja, ik kreeg achteraf ook super veel complimentjes van mensen. En dat ik bijna zoiets had van, ja, maar ik heb het alleen maar gepresenteerd. En de rest heeft het allemaal zo goed in elkaar gezet en zo. Dus echt alle props naar hun. En ja, dat was ook gewoon echt een super, super leuke week. Dus ja, over het algemeen was dit half jaar echt het leukste half jaar tot nu toe. Ik heb ook nog maar 3 halve jaren, zeg maar, gehad natuurlijk. Maar ja, ik heb zo erg genoten. Het was ook heel fijn dat we weer naar school mochten. Dat was vorig jaar natuurlijk niet zo. Toen heb ik echt alles online gehad. En nu waren we evengoed wel een paar dagen per week gewoon naar school. Tuurlijk zijn er ook dingen minder leuk. De onderzoeken en zo, ja, dat is gewoon wat minder leuk. Echt die theoretische dingetjes. Ik had heel veel geluk dat, ja, ik vind gewoon dat financiële gebeuren en begroting en zo, vind ik verschrikkelijk. Echt, dat moet je mij absoluut niet laten doen. En nu had ik gelukkig iemand in het team die dat op zich nam, want we hadden allemaal een eigen taak. Maar in het tweede half jaar word je echt op een gegeven moment ook overhoord op je financiële kennis en zo. Nou, ik stress me daar nu al om. Dus dan moet ik wel echt heel veel met getalletjes doen en zo. En daar heb ik echt geen zin in. Dus dat wordt nog wat. Maar ja, dit blok was in ieder geval echt heel erg leuk. En ik heb eigenlijk alle taken kunnen doen die ik leuk vond. Buiten het onderzoeksgedeelte om. Maar ik heb me heel erg bezig gehouden met bijvoorbeeld dingetjes echt maken. Zoals de storyboards maken of layout dingetjes. Ik heb social media bijgehouden, vind ik natuurlijk heel erg leuk. Het filmen vond ik heel erg leuk. En wat ik eigenlijk het leukste vind, is dat je echt van begin tot het eind helemaal doormaakt hoe je dan zo'n tv-programma maakt. Dus echt, je begint met onderzoek doen naar de doelgroep. En uiteindelijk genereer je 100 ideeën, daar kies je de beste van. Uiteindelijk ga je door met een idee, dan maak je er een pilotaflevering van. Dan ga je dat weer itereren en anders maken en veranderen. Tot je uiteindelijk een hele volwaardige tv-aflevering hebt, zeg maar. En dat is zo gaaf om dat van begin tot het eind helemaal te zien hoe dat dan is geworden. En ik vind het ook heel erg leuk dat ik dit half jaar dus 2 dingen heb gedaan. Ik heb en dus zelf gepresenteerd en voor de schermen dingen gedaan. En ik heb voor de rest alles achter de schermen meegekregen en gedaan. En ik denk dat dat sowieso heel goed is waar je uiteindelijk ook komt te werken. Of dat nou voor of achter de schermen is. Dat je ook een beetje weet hoe de andere kant in elkaar zit. Want als je elkaars... ja, hoe leg je dat uit? Als je weet waar de ander mee bezig is en als je elkaars rol weet, dan heb je daar ook meer respect voor. En dan kan je dat ook, dan begrijp je ook het hele wereldje beter of zo, snap je? Dus ik wil juist van alles doen. Voor, achter de schermen, gewoon alles. En dat heb ik dit half jaar echt gedaan. Ja, en ik vond dat super leuk, omdat dit ook, weet je, je hebt ook, volgens mij gaat het tweede half jaar meer gewoon om een bedrijf en om een soort van een evenement wat je dan internationaal moet doen en... Dat is heel veel met economische dingetjes en zo. En de een zal dat misschien veel beter liggen. Maar ik ben natuurlijk echt een beetje van camera, tv-wereld en zo. En dat was dit half jaar echt. Dus ja, dit half jaar was voor mij echt top. Maar daar zullen de meningen natuurlijk over verdeeld zijn. Dus dit is eigenlijk hoe ik het afgelopen half jaar beleefd. Dan nog even iets over het algemeen, over creative business. Dit is zeg maar het eerste half jaar van het tweede jaar of het tweede half jaar, dat verschilt een beetje. Maar dit geldt wel echt alleen voor in Holland. Want je hebt ook creative business op HVA en dat is dezelfde opleiding, maar compleet anders eigenlijk in sommige opzichten. En daar staan heel veel video's van op YouTube, dus als je wil weten hoe het op het HVA is, zoek dat zeker eventjes op. Maar er staan gewoon niet zo heel veel video's op YouTube van mensen die creative business op in Holland volgen. Dus vandaar ook dat ik deze video's maak. Want toen ik mijn opleiding ging kiezen, toen zag ik alleen maar dingen over het HVA. En toen dacht ik, ja, ik wil dingen over in Holland, weet je wel. Dus ik ben wel benieuwd als er mensen zijn die op het HVA deze opleiding doen. Comment even wat jij het afgelopen half jaar hebt gedaan. Ik ben wel benieuwd. En ja, als er sowieso nog vragen zijn over mijn opleiding, stel ze zeker. Sowieso zal ik aan het eind van het jaar... nog een video maken over het tweede half jaar en over mijn conclusie van jaar 2 in het algemeen. En dan zal ik ook alvast een beetje vooruitblikken op jaar 3. Maar dat vind ik nu nog echt een beetje te vroeg. Het enige wat ik weet is dat ik een half jaar minor heb en een half jaar stage. Maar dat is ook eigenlijk het enige wat ik weet. Dus ik kan daar nog niet heel veel over zeggen. Voor de rest kan ik creative business wel zeker aanraden. Dus mocht je iets in de mediawereld willen doen, en dat is heel breed, dat hoeft echt niet per se... voor de camera te zijn, maar dat kan ook meer een beetje kranten, tijdschriften, dat soort dingen zijn. Of evenementen organiseren, managementfuncties. Eigenlijk kan je er echt heel veel kanten mee op. Dus mocht je erin geïnteresseerd zijn, ga zeker eventjes naar de website. Het is gewoon een hele brede en creatieve opleiding en echt heel erg leuk.
naar mijn mening. Dit is natuurlijk ook een beetje de tijd dat examenleerlingen hun opleiding gaan kiezen. Ik weet nog dat ik het echt ontzettend lastig vond om deze keuze te maken. Dus mocht je nu in dezelfde positie zitten, dan wens ik je echt heel veel succes met je keuze. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Bezoek lekker open dagen. Volgens mij kan dat weer fysiek. En anders online. Ik weet het niet zo goed eigenlijk. Maar ik hoop voor jullie dat het fysiek kan. Want dat is toch net even wat fijner. Ik hoop dat jullie wat aan deze video gehad hebben. Ik hoop dat hij niet te warrig was. En dat hij een beetje te volgen was. Als je hem nou leuk vond, geef even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei! Oh.